suffering, just a death to average, pursuing the American dream. What you lie for, what you cry for, doesn't mean that you are real. You see, what you try for, what you die for, doesn't prove you have free will. So feel the universe like it is a big fat game. Everyone is consciousness, all infinitely and the same, unique. Iets wil delen. Je gaf gisteren mij de tip om met mijn full spritten naar binnen te gaan, maar ik heb eigenlijk geen flauw idee hoe ik dat doen moet. Want... Nee, ik zou niet naar binnen gaan. Het is veel meer gewoon op je plek blijven. Anders maken we het veel te ingewikkeld. Dus normaal is het dit. Nou, het is een kwestie van niet dit doen. Dus het is niet iets doen, maar iets laten. Gewoon veel meer hier. En dit zijn dingetjes die... Je moet er eigenlijk gewoon vallen. Dus als ik het niet kan communiceren zodat het daar landt, is het niet jouw schuld.
En als je er heel hard over moet gaan nadenken, dat betekent alleen maar dat het niet geland is. Ja, het is heel apart, voel ik in één keer een energie zo... Yes, exact. Dus je energiesysteem begrijpt precies wat ik zei. Ja. Dus je energiesysteem moet het snappen, niet jij. Ik heb wel eens verteld, maar ik herhaal het graag. Toen in het begin dat centrum er was, de horizon wat ik had, zeg maar, merkte ik dat na een weekend of na een retraite ik gewoon echt totaal leeg was en alsof er een trein over me heen gereden was. En ik denk van, wat gebeurt hier toch? En op een gegeven moment, gewoon doorzittend en kijkend in dit systeem, zag ik dat die Hans-character veel te veel bezig was. Hij zei overal ja op. Er zat nog een restant van zelfafwijzing. Van ik ben alleen goed genoeg als ik me dienstbaar opstel aan de groep of wie wat ook vraagt. En dan daarnaast had ik nog een gezin. En dat gezin is niet de plek waar ik het best functioneer. Sorry kids. Ik kon niet beter. Maar het was altijd maar open, altijd maar ja. En het ging maar door. Weet je wel. En op een gegeven moment zag ik dat. En gewoon door het te zien, draaide er iets, kreeg ik dus zo'n energetische beweging. En daarna, als je een weekend doet, dan ben je nog moe. Maar als je een weekend aan het werk bent in de kroeg of je bent straten aan het maken, weet je wel, dan ben je ook moe. Maar dat is een gewoon moe, omdat je wat gedaan hebt. Weet je wel, maar dat leeggezogen worden en dat heel veel dingen naar binnen trekken, dat was gewoon over. Omdat ineens die herkenning plaatsvond van oké, ik zit veel te veel naar voren. Ja, toen kwam ik als het ware een soort, zou je kunnen zeggen, schoven terug in een soort midden. En toen had ik het niet meer. En toen had ik ook niet meer bijverschijnselen waar het ook al even over ging. Van dat als ik een sessie had en iemand had een migraine, dan had die geen migraine meer en ik had hoofdpijn. Niet echt migraine, maar... Weet je wel, en als iemand down was, dan was ik na de hand niet zo heel vrolijk. Niet echt down, maar I sucked it up. Maar dat is niet de bedoeling. Dus van die ander en een ander helpen niet meer down te zijn of whatever, dat is allemaal prima, weet je wel. Maar niet door het over te nemen. Waarbij ook nog komt, dat zag ik ook nog, maar dat is een afgeleide van dan haal je wel als het ware iets weg bij iemand, maar die ander leert niks. Die kan dan iedere week met zijn depressie langskomen en dan voelt hij zich weer 5 dagen goed. En dan kun jij het verwerken wat zijn issue is. Weet je wel, dat is niet helpen. Ja, dat is voor mij heel erg. Ja, sure. Dus gewoon terug, hier. En dat is hartstikke fijn. Dan heb je veel minder last van alles en nog wat. De meeste mensen geven ruis af. En als wij openstaan, dan gaan wij hun ruis verteren. Andere types die zitten wat vampierachtiger in elkaar. Die doen dat ook bij lui die te open zijn. Die nemen hun energie. Dat doen ze niet bewust, hè. Ze zijn niet evil, maar die leven eigenlijk via andermans energie. Nou, degene die gewoon op zijn plek is, daar kan niks, geen vuil binnenkomen, zou ik maar zeggen. En er kan geen energie weggenomen worden. Alright. Als ik in bed lig, dan normaal gesproken voel ik altijd de angst van oh, als ik weg ga vallen, dan ga ik dood. Ja. Dus dat is een survival stuk van ik moet wakker blijven. Doe ik niet bewust, maar dat zit er al de hele tijd in. Is dat dan de biologische? Nee. Dat is de psychologische. Ja, want let maar op een hond. Die kan moeiteloos 16 uur per dag slapen. Die is echt niet bang. Nee. Dus die hebben dat niet. Dus dat is een psychologische component van het ik. Het ik is bang dat hij doodgaat als hij weg is. Wat strikt genomen ook zo is. Het is een tijdelijke dood, zou je kunnen zeggen. Mm-hmm. Want daarna keert hij meestal terug. Ja. Het lichaam, zou ik maar zeggen, of de biologie, is niet bang om te ontspannen of te gaan slapen. Nee. Oké. Okay. Alright. Ja, dat wou ik even denken. Bedankt. Thanks. Ja, ik zou van
plan met de kook. Ik heb een opvlieger. Waarom is dat het? Ik heb, mijn hart gaat enorm tekeer, maar misschien is dat het warm. Ja, wie zal het zeggen? Maar dat, ja, wat is de vraag? Het is gewoon een stomme vraag. Wat is wakker? Dat is best een goede vraag. Ja, maar is dat ook niet iets wat je eigenlijk niet kunt verwoorden? Is dat niet dat naar clarity verwijst? Yes. Bewustzijn? En dus vaak in negatieve termen. Dus niet slapend, niet dromend, niet caught up in something. Dus beschikbaar, present. En sinds ik met satsang aan de slag ben gegaan, als je dat zo kunt zeggen. En dan hoor je ook over verlichting. En ik heb je ooit verteld ook over in mijn late puberteit een soort van ontwakingservaring. En wat ook in dat moment naar voren kwam, was van het verhaal, het geloof in het verhaal is het probleem. Mm-hmm. Ik heb het idee dat ik ook wel alle sleuteltjes heb. Ik denk dat je mij verder ook niet kunt helpen. Het hoeft ook helemaal niet. Precies zoals je zegt, je hebt die sleuteltjes al. En het is altijd een soort minimale verschuiving. Weet je wel, van in de uiteenzetting van verhaal of being caught up in something. Van er is lichaam denken voelen. En ik kan mij opstellen als lichaam denken voelen. Of lichaam denken voelen kan er zijn. Maar het nadruk ligt net daarachter. Ik ga niet ontkennen dat die Hans op die en die manier hanst. Maar ik kan gewoon niet voelen dat ik dat alleen maar ben. Het is niet overtuigend. Ik ben dat ook. Dat is de tijdelijke manifestatie op deze plek. Maar dat wat er net achter zit, die clarity, of hoe je dat verder noemen wil, of gewaar zijn, of whatever, dat is de constante, dat is de grond dan. Nou, en dat geeft in het systeem een soort helderheid, een niet in beslag genomen zijn. Zelfs niet als het ding in beslag genomen is met iets bezig, is er altijd een extra ruimte waardoor er vrij snel de boel kan laten vallen en beschikbaar zijn voor iets anders. Terwijl als een persoon echt denkt iemand te zijn en die is dan ook nog door een onderwerp in beslag genomen, there's no room to move. Weet je wel, die kan daar niet uit. Ik heb het idee dat dit ding er altijd uit kan. Of anders gezegd, er nooit helemaal in zit. Net als dit nu, weet je wel. Je kunt zelf checken hoe dat op die plek is. Er is nou satsang gaande en er is nu in die satsang een interactie. En ik ben daar voor mijn gevoel helemaal bij. Maar tegelijkertijd is de andere helft die is gewoon beschikbaar. Dus zoiets. Ja, en het idee is dat ik dat heel even kwijt ben. Ja, heel even af en toe. Terwijl in de onontwaakte toestand is de default setting dat altijd kwijt te zijn of het gewoon niet te hebben, zeg maar. En dan weet je dat niet van. Nee, precies, dus dat is ook geen probleem. Het probleem ontstaat pas als awakening af en toe optreedt, of verruiming, want dan weet je het verschil. En dan is het eigenlijk nog geen probleem. In werkelijkheid niet, maar voor het individu wel, want die heeft over het algemeen liever die verruimde toestand. En dan ontstaat het spirituele gedoe met de succesjes en de frustratie die daarbij horen. Ik wil dit altijd, zei degene die daar niet is en niet kan zijn. Weet je wel?
vandaar dat dan, ja, bij mij werkten die stomme sleuteltjes van oké, er is een soort identificatie of kramp. Wordt dit niet ook waargenomen? Ik kom daar nooit omheen. Of wat vindt bewustzijn hiervan dan? Als ik me liep aan te stellen. Ja, die vindt er nooit wat van. Nou, de ene keer vond mijn ego dat frustrerend en de andere keer viel die gewoon uit elkaar. Maar ik wist gewoon van, ja, keep going. Want als er eentje verliest, het is altijd ego. Want het is een samenstelsel van bij elkaar gefantaseerde elementen. Waarheid wint altijd. Ja, vroeg of laat. En uiteraard hebben we dat liever vroeg. I get that. Maar zoals ik gisteren of eergisteren al zei, haast maakt dat het langer duurt en moeilijker is. Het gaat om focus of helderheid, niet zozeer om haast. En op het moment dat er een volledige erkenning is van, oh ja, hier vindt identificatie plaats. En gewoon alleen puur die erkenning al kan genoeg zijn om hem uit elkaar te doen vallen. Mm-hmm. Niet als ik ga zeggen, er mag geen identificatie zijn. Want in feite pomp ik er dan energie in en neem ik het te serieus. En doe ik ook nog een keer net alsof het mijn schuld is. Maar niemand wil identificatie, dat gebeurt gewoon. Identificatie is wat we dan horizontale betrokkenheid kunnen noemen. Ja. En clarity is verticaal. Juist. En daarom is de uitweg dus ook altijd beschikbaar, want dat is altijd hier. De beleving dus het afgelopen weekend is ook fucking snel. Ging alles. Terwijl ik ook satsangs heb gehad waar wel eeuwig leek te duren. Dat was zeker saai dan. Ja, maar gelukkig kwam de waarheid om de hoek en was het weer voorbij dan. Ja. Dat is ook een beetje overdreven, zeg je. Thanks. Als je in je spagaat zit, al wel van jezelf kunt zien dat je weer een gedoetje maakt, maar dat nog niet naar bewustzijn toe kan gaan, is er dan een manier om toch te kiezen voor bewustzijn? Is er keuze genoeg? Je kunt niet kiezen. De ene keer zal het zus zijn, de andere keer zo. De ene keer werkt iets, de andere keer niet. Maar als we dat konden kiezen, dan konden we nu allemaal kiezen van, oké, vanaf nu ben ik verlicht. Nou, doe maar. En zie wat er van komt. Het is veel meer van, hoe diep valt het kwartje? Kan ik echt zien dat die zogenaamde persoonlijkheid alleen een tijdelijk aanhangsel is? Als dat echt helder is, dan maakt het verder niet zoveel uit. Eerlijk gezegd, maakt mij het niet uit of er hier wel of niet meer of minder identificatie optreedt, want het is maar een verschijnsel. I don't give a shit. En precies daardoor houdt het nooit lang stand. Dus het is heel moeilijk hier om langer dan 2 minuten maar druk over te maken. En niet omdat ik daarvoor kies of tegen kies of whatever, maar het gaat gewoon niet. En wat bedoel je dan met geef meer aandacht aan bewustzijn? Nou, gewoon als uitnodiging, om te kijken of je daar je aandacht kan krijgen. Op het moment dat ik zeg van, geef nu allemaal aandacht aan je rechterknie, 80% zit nu bij zijn rechterknie. Dus dat is niet een keuze, maar je weet wel hoe dingen werken. Door iets te roepen of te adresseren of uit te leggen, gaat dat voor je leven. Of daar de aandacht op te vestigen. Nou, als dat een aantal keer gebeurd is, kan dat van binnenuit ook gaan gebeuren. Maar dat is niet echt een keuze, maar een mogelijkheid die actief wordt in een systeem. Dus als het over muziek gaat en ze gaan je uitleggen wat een blue note is, ga je hem herkennen. Als je hem herkent en je kunt een instrument bespelen, kun je hem ook op een gegeven moment spelen en weten waar die moet. Maar van tevoren, er zitten hier een hoop mensen die weten niet wat een blue note is. Dat is verder niet erg. Maar je kunt dat leren. Dus met dit soort dingen ook. Van je kunt, doordat er op gewezen wordt, ontdekken dat er iets is wat niet mee identificeert. Altijd. Hoe geïdentificeerd ook, je kunt het vertellen, dus er is een ruimte of een achtergrond die niet mee in die identificatie gaat. Nou, als je dat een paar keer gezien hebt, gaat dat werken.
En dan krijgt er iets in het systeem de neiging om te willen uitzoomen, zeg maar. En die mogelijkheid was er daarvoor niet. Of niet helder genoeg. Zo zie ik dan meer. Maar kiezen, ja, was het maar zo. Ik kies nooit ergens voor. Overdag wil ik altijd koffie, 's avonds thee. Dat is geconditioneerd. Eigenlijk wil ik altijd bier, maar dat doe ik niet. Of whisky. En dan wel goeie. Als wij het als groep hier binnen gaan zitten en we zitten in stilte bij elkaar. En ik voel in de groep een hele rust neerdalen. Is dat aandacht geven aan bewustzijn? Dat gebeurt. Dat wordt uitgenodigd in zo'n setting. En dat is ook de enige reden waarom ik van tevoren stil zit. Want ik weet dat als ik niks doe, hebben een hoop, zeker mensen die al een keertje eerder zoiets hebben meegemaakt, de neiging om stil te vallen, om zich... Ja, het stemt zich op elkaar af, zou je kunnen zeggen. Het gaat naar een dieper, intuïtiever level. Maar het is niet dat ieder zit te kiezen van, oh, nou ga ik stil worden. Je wordt gewoon meer, het is meer een erin opgenomen worden. Net zo goed, je kunt het tegendeel hebben. Stel dat je rustig aan het wandelen bent door de stad en ineens kom je in een demonstratie terecht. Dan ga je in een drukke energie mee vibreren of je daar nou wil of niet. Want er is gewoon heisa. Dus energiesystemen hebben de neiging zich af te stemmen op de sterkste energie in de buurt. Daarom mijd ik liever bepaalde settings. Ik heb daar geen zin in, terwijl vroeger zocht ik die settings, die drukke heisa-settings, juist op. Want het voordeel van die heisa is dat je jezelf minder ervaart. En als je jezelf als een bak ellende ervaart, is het prettig om op te lossen in iets anders. En op het moment dat je die compleetheid meer ervaart als jezelf, zijn een hele hoop andere dingen eerder een stoorzender dan dat het iets aan die compleetheid toevoegt. Dus ga ik liever niet naar een kroeg of een concert of wat voor samenscholing dan ook. Ik hou van die. Ja. Die dragendheid of hoe je dat wil zeggen. En daarbinnen kan dan best, kan ik desnoods een druk jazznummer of Marilyn Manson aanzetten, even twee liedjes. Maar dan weer uit, niet urenlang, want dan gaat op een gegeven moment dit systeem op die heisa mee. En dat vind ik niet prettig. Maar het is geen keuze, het heeft veel meer met een ontwikkeling te maken. Het Hansje van toen hij 20 was, zou tegen die stilte niet kunnen. Want dan ging hij zo zichzelf ervaren, met zijn angsten en zo weet ik wat. Dus liever heisa, want dat leidt af van de eigen issues. Ja, nu zijn er geen issues, dus minder afleiding nodig. Met andere woorden, ik heb nu eigenlijk niet de keuze om fijn tussen 5000 man te gaan lopen hossen. Die mogelijkheid is mij ontnomen, terwijl vroeger had ik de mogelijkheid niet om in mijn eentje 3 uur stil te zijn zonder muziek aan. Dus in die zin, in absolute zin, ben ik net zo onvrij als vroeger. Alleen waar dat ding van hout is veranderd. Dus het is niet zo dat als je verlicht wordt, je ineens een vrije wil hebt. Dat wil ik maar even zeggen. Ja, iemand zei eens tegen mij, vrijheid is het besef totaal onvrij te zijn. Ja, exact. Vond ik ook zo mooi. Ja. En dat is het mooiste wat er is. Ja. Er is geen vrije wil, er is geen bedoeling. Het gaat nergens naartoe en the universe doesn't give a shit. Dat is toch veel beter dan dat er een of andere god daarboven hangt. Die iedere gedachte, ook die gore gedachte die je zelf niet durft toe te staan, zit te observeren. En dat als een boekhouder bij zit te houden, al je goede en slechte daden en je daarna gaat straffen. Sowieso, hè. Want je deugt al niet to begin with. Christopher Hitchens noemt dat de celestial tyranny.
And why would you want that? Het is betekenisloos. Ik heb geen keus. Het is open. Het is vrij. And I'm dying. Yes! Dat is fantastisch. En dan heb je gewoon alle ruimte om te kijken wat bij je past. Een paar dingetjes te onderzoeken wat je leuk vindt. En het maakt niet zoveel uit verder. Heerlijk. Kan het niet goed doen en kan het niet fout doen. I love it. Er is ook niet zoiets als waar spiritualistjes graag van uitgaan, wat een afgeleide is van de bedoeling of het goddelijk plan. Dan noemen ze het bestemming. Ik moet mijn bestemming, mijn taak op aarde zien te vinden. Echt, de arrogantie die daar ook in zit, hè? Dat je zo belangrijk zou zijn dat je echt impact hebt. Van de 7 miljard die er nou rondlopen, of hoeveel het er zijn, zijn er misschien 5000 mensen de moeite waard. De rest, wij dus ook, middelmatig compost. Een paar, dan denk je echt van, ja, kijk, als dit nou de blauwdruk van mensen is, dan denk je dat is een mooie soort. Maar dan ga je kijken wat het promillage is op de totale populatie. En dan denk je van, het is gewoon net als al die andere 99% die al zijn uitgestorven. Gewoon een beestje wat door allerlei rariteiten is ontstaan. Het zal een tijdje rondkruipen hier en dan weg. En die planeet die draait gewoon lekker door, dat is een give a shit. Pardon? Vraag hoeveel of wie dan die 5000 zijn. Ja, dat is een beetje arbitrair. En ook die gaan dood. Maar toch leuk dat er bijvoorbeeld ooit zo'n type of Nietzsche rondliep. Dan denk je van, ja, ik bedoel, die man die had dikke problemen. Die zou echt Nietzsche niet willen zijn. Maar wat hij schreef is wel gewoon, ja, dan denk ik van, ja, dat is toch leuk dat er mensen zijn. Af en toe zit er zo een tussen, dat is cool. Ik zag gisteren trouwens, daar wou ik nog even op terugkomen, een beetje van die zieke grapjes te maken over kanker. Maar zo ziek waren ze niet. Want ik herinner me dat vlak voordat David Bowie overleed, had hij een e-mailwisseling met zijn vriend, de acteur Gary Oldman. Ik weet niet of je die kent, maar doet er niet toe. En toen, Gary die zei iets in de trant van, ah shit man, dat je er zo slecht aan toe bent en zo. En toen zei hij, well, at least I got my cheekbones back. Want daarvoor had hij een beetje opgezwollen kopje gekregen door medicijnen en ouderdom en weet ik veel wat. Dus echt het Engelse understatement, at least I got my cheekbones back. Dat vind ik mooi. Ik vind het heel erg bevrijdend zoals jij dat zegt ook. Woord God, hoe je dat verwoordt, dat is bevrijdend. Als ja, absoluut. Als je in het Nederlands bam, eigenlijk ontzenuwd van de lader die altijd opgebouwd is. Ja. Hè? Van het is iets speciaals en het is heilig, ook dat woord. Ja. Ik bedoel, als heilig stilte is het prima, maar ja, er zit een lading omheen. Yes. En ik heb jarenlang een guru gehad. En wat je daar, ik heb er dingen van geleerd, maar ik heb ook in een cult gezeten. Ja, terrible. Ja, en daar kon ik uitstappen omdat ik voelde dat het op het moment dat het kwartje viel, dat ik voelde dat ik die vrijheid niet kon uiten. Ja. Binnen die setting. Ja. Dus daar ben ik uitgestapt. Maar het mechanisme van geloven. Ik ben net in je boek begonnen gisteravond en je hebt het dan over Nietzsche, maar je had ook Harari stond erbij. Ik ben nog maar net in begonnen en ik heb ook net toevallig het boek van Harari in huis, van Sapiens. Oh ja. Ja. Omdat dat ik weet niet of het erin staat, misschien dat jij het al gelezen hebt, maar ik denk dat daar een geschiedenis in staat van waarom mensen in die geloofssystemen terechtkomen. Onder andere, ja, zeker. Ja. Dus daarom wil ik dat doornemen. Mm-hmm. Maar dat is zo sterk dat je door dat je
gefascineerd raak door, hè, want er is de zoektocht naar, ik wil het leven begrijpen, ik wil wat het dan ook is. Mm-hmm. Dat is de zoektocht, dat is de onrust die je voelt. En dan kom je iemand tegen die, waarbij je voelt van hé, die heeft het hierover. Maar daar zitten ook enorme cultische dingen in en die neem je dan voor lief. Yes. En dat is dus, dat was ook toen ik van jou las van hé, ik had een centrum, maar op een gegeven moment werd ik als de guru gezien. Ja, uiteraard. Er gingen er allerlei systemen om mij heen werken van mensen die zichzelf belangrijk vonden, want die waren al heel lang bij mij, of die hiërarchie. Ja, tuurlijk. Dat krijg je. En ook jij werd in de hiërarchie daar gezet. Ja, natuurlijk. En er zaten in mij ook dingen die dat prettig vonden. Mm-hmm. Ja. En ik begon dat te zien en dat vond ik niet prettig. Dus weg op mij. Nee, want dat is niet wat het is. Nee, natuurlijk niet. En daar gaat het, daar gaat bent, het niet om. Dan gaat het daar niet meer om. Ja, exact. Dus dat was eigenlijk ook mijn totale verbazing, dat ik dat ging zien. Van ja, waarom was dit nou nodig? Maar goed, dat antwoord hoef ik niet meer. Maar het is, maar wel, waarom is dat geloofssysteem in mij zo sterk geweest? Ja. Want dat is dus... Nou ja, kijk, een van de dingen wat dat aangaat, van, we moeten niet vergeten, ik roep dat vaker, we zijn een product van duizenden generaties. Dus waar je in je privéleven tegenaan loopt, is niet zo privé als dat je denkt. We zijn geconditioneerd en we hebben een enorme aanleg om in magisch denken te geloven. En om in hiërarchieën te geloven. En in machtsstructuren. En in specialiteiten. Nou, er zijn... allerlei kerken of sectes of whatever die daar soms heel bewust op inspelen. En anderen die doen dat niet heel bewust, maar hebben zelf niet door hoeveel er in hun systeem zit. Wat de neiging heeft om gebruik te maken van allerlei van dat soort patronen. Dus niet iedereen die zeg maar waar zo'n cult omheen groeit, doet dat expres. Maar het groeit vrij snel zo, omdat wij daar zo mee behept zijn. En een van de dingen gewoon op een psychologisch level is dat wij enorm de neiging hebben om betekenis toe te kennen aan dingen. Ik las een stukje over, waar hadden ze een testje gedaan en lieten ze baby's naar een computerscherm kijken en er was een puntje aan het rondwandelen, zeg maar. Er is natuurlijk geen puntje die rondwandelt, dus daar werd de eerste betekenis al ingelegd. Dan hadden ze nog een puntje en die ging achter dat andere puntje aanlopen. En dat vonden ze fascinerend. Maar de verrassende reactie was als het tweede puntje niet meer achter die ander aanliep. Wat ze eigenlijk zeiden, die kleintjes, die nog niet amper kunnen praten, is... waarom loopt die nou niet meer achter die ander aan? Of bij kleine kinderen, als er iets van een heuvel afrolt in hun richting... dan wordt er vrij snel gedacht, die steen of bal wil mij raken. Snap je? Dus we projecteren betekenis en persoonlijkheid... in een non-sentient object, een steen of een bliksemschicht. Ja, we liepen over de savanne met een groepje van een man of 30 en de bliksem sloeg bijna in onze groep. Ze waren van plan om ons te raken. Misschien moeten we een geitje slachten, zodat ze in het vervolg niet meer... En binnen no time begint er iets te... Het klinkt heel lullig, maar zo gaat dat. We projecteren, we hebben een aanleg om dualistisch te denken, dus om betekenis te leggen in dingen. En dat is gewoon hoe de hersens gewired zijn. Daar kan vrij snel gebruik van gemaakt worden door lui die dat doorhebben. Ik ben speciaal, we gaan een priesterkasten installeren die niet hoeven te werken. Weet je wel, maar die gebruik maken, want iedereen die moet hun een tiende geven en ze moeten af laten kopen. En dat is handig. Dan sluiten we ook nog als priesterkasten een verbinding met de wereldse machthebbers. Of in andere culturen is het één pot nat. Wij hebben scheiding van kerk en staat. In heel veel islamitische landen bijvoorbeeld bestaat dat niet. Het is één pot nat. Nou, dat is dé structuur voor terreur. Maar het zit dus in ons systeem om hoog-laag bedoeling, betekenis te projecteren. Nou, als er dan lieden... naar mensen toekomen die vragen hebben en zeggen, ik kan jou uitleggen wat de betekenis is en wat Gods plan is en wat jouw taak op aarde is, dan zijn we daar heel vatbaar voor.
En nogmaals, dat is dus een product van duizenden jaren. Minstens 2000 jaar. Of we nou persoonlijk denken wel of niet gelovig te zijn. Ik ben zo atheïstisch als het maar kan. Maar ik voel dat er allerlei christelijke residuen in mijn systeem zitten. Gewoon omdat ik ook een product ben van 1500 jaar van die onzin. Dus soms komt er nog een restantje op van in een soort normatief, gij zult niet of gij zult wel. Dan wordt dat vanuit die helderheid heel snel doorzien en doorsneden. Maar het simpele feit dat het af en toe nog opkomt, het is in mijn DNA terechtgekomen. Die waanzin. En het zit in ons allemaal. En daardoor zijn mensen ook in staat tot de meest bizarre dingen, insectes, maar ook de andere kant op in de zin van agressie. Weet je wel, een bomgordel of met een zwaard, de unbeliever. Ja, want jij moet geloven wat ik geloof. Ja. En daarom roep ik vaak dat Advaita voor mij geen kerk is. Dat vind ik prettiger aan Advaita. Er moet niks, we willen niet de macht pakken. Het heeft niks met politieke structuren te maken. Weet je wel, het gaat niet over gedragsregels. Het gaat over het stimuleren van vragen stellen, van onderzoeken en je te ontdoen van allerlei dingen. En niet te voldoen aan van, gij zult advaitisch zijn en dit en dit en dit en dit. En desondanks hoor ik soms dingen van ook zogenaamde non-dualiteit of mensen die daar dan naartoe gaan. Van, oh, het begint als gedragsregels te klinken. Het bewustzijn begint als God te klinken. Ik hier en bewustzijn daar en als ik nou maar dit doe dan... tricky, tricky, tricky. Godzijdank dat je bent ontsnapt. Ja. Cults are shitty. Nou, dat is alleen wat je zei. Het is alleen, want ik bedoel, er blijft niks over. Ook niet van vriendschappen. Ja, dat is een ander ding van hoe dat werkt. En of je nou bij een spirituele cult of bij de Jehovah's zit. Op het moment dat het niet meer gaat, dan lig je eruit en je bent je totale sociale structuur kwijt. You get kicked out. Ik zag een video, One of Us heet dat, over de Hasidische gemeenschap in New York. En dan zijn er ook een paar van die gasten die daaruit willen stappen. Tegen dat hele stringente orthodoxe gedoe. Uitgestoten. Nou, en dan zijn er een paar bij natuurlijk die doordat ze uitgestoten worden aan lager wal raken. Een van die jongens, gelukkig is die weer hersteld, maar die raakte drugsverslaafd. Ja, wat wordt er dan geroepen natuurlijk? Van, zie je wel, jij goddeloze hond. Was je maar bij ons gebleven, dan had je dat niet gedaan. Vrouwenmishandeling die constant daarvoor komt. Kindermisbruik en alles wordt afgedekt. Want de gemeenschap moet beschermd worden. Niet de kinderen of die vrouwen, nee, de gemeenschap. Lekker is dat. In the name of the Lord. I raped you in the name of the Lord. Feel blessed and bend over. Chill me, jongen, jongen. Richard Dawkins is ook heel interessant. God als misvatting, dat boek. Okay. Echt super gaaf. Read and learn. En huiver. Goed. Een heerlijk onderwerp, maar niet te lang over doorgaan. Dat zeker, ja. Dat hadden we ook kunnen doen zonder al die terreur natuurlijk. Ja. Gewoon omdat we zin hadden een mooi gebouw te bouwen. Ja, maar er zit wel veel liefde in al die dingen. Ja. Okay. Ja, ik bedoel, dit is hoe dat allemaal gemaakt. Je kunt het niet eens zijn met de boodschap, maar het is toch mooi? Zeker, maar met net zoveel liefde voor iets anders met een andere betekenis had dat toch ook gekund? Als die drive dus. Ja, en nog een ander dingetje. Er moet een hoop geld weggehaald worden bij hardwerkende, horige en lijfeigenen.
om zo'n gebouw te bouwen, dat moet je even niet vergeten. Nee. And people die while building it. Nee. En meestal niet de hertog of de priester, want die deed niet echt veel stenen sjouwen. Nee. Dus. Maar inderdaad, de gemiddelde kerk ziet er beter uit dan het gemiddelde moderne architectonische wangedrocht zoals het tegenwoordig gebouwd wordt. Ik vind er niks aan. Het meeste. Maar goed. Dat komt omdat Ino al constateerde dat architecten te weinig boeken lezen, zoals we gisteren. Zeker, maar die hadden ook kunnen doen om de lof te zingen van de gratie van bewustzijn. Ja, ja, ja. In plaats van een soort imaginary friend up there. Ja, ja, dat is het. Het is al die klassieke muziek, veel oratoriummuziek. Ja. Er zit heel veel schuldbewustzijn in. Hè? Ja. Daar kan ik ook niet zingen. Lees die teksten maar eens, ja. Ja. Nee, dat weet ik. Het is wel mooi. Zeker. Dit is heel mooi, ja. Maar hou de melodie. Schrijf een betere tekst. Ja, ja, dat is echt niet. Ik denk dat er misschien ook een stukje wel clarity in heeft gezeten. Ja, we kunnen even de microfoon daarheen. En als iedereen door elkaar gaat praten, dan wordt het een discussiegroepje en ik fucking hate that. Dit is die klassieke muziek, misschien is het wel de teksten. Maar, ja, maar het ging over de kerk, niet over klassieke muziek per se. Nee, okay. Je hebt ook niet-religieuze. Dat prachtige glas en lood, dat denk ik soms van. Ben je dat nou echt mooi? Ja, ik vind er bepaalde dingen in zitten, die de kleuren, maar ook de teksten. Ik vind het helemaal niks. Ik denk, het is dan misschien vanuit een strak iets. Gemaakt, maar ergens daarachter is ook verbinding met iets anders. Ja, dat denk ik iets echt. Niet bestaans en, ja. en iets vreselijks. Een straffende God. Ja, zou het? Nee, lees die Bijbel een keer, joh. Het probleem wat ik heb met gelovige lui is dat ze het boek niet lezen waar ze in zeggen te geloven. Het is een horrorshow. I read it. Van A tot Z, Koran ook. Dat is nog erger. Dat is trouwens niet waar, Oude Testament. It's hard to top that. Nou, ik ben daar anders naar gaan kijken. Ja. Ik geloof wel dat, los van die structuur, er wel iets anders in zit. Ja. Maar ja, dat is... Dat is hoe ik er naar kijk. Ja, en wat is dat dan? Als we het daar toch over hebben. Gisteren merkte ik dat het mij erg opluchtte om een aantal dingen te uiten. En daarna komt er bij mij in ieder geval meer ruimte voor stilte. Ja, right. Maar wat heeft dat met God te maken? Dat ik het gevoel heb dat, zoals ik vroeger naar heel streng gereformeerde keten neef, van jeetje, wat bekrompen, en dat zit er nog steeds in. Maar ik zie ook mensen die daarin zitten, die zeggen van God zit in mij, hè, en die iets heel geks denken, maar waarvan ik dan denk, goh, dus ze zijn toch ergens door aangeraakt wat een ander stukje is. Ja, maar... En die beleven dat misschien op een hele andere manier. Het probleem is dat we aangeraakt kunnen worden door van alles en nog wat. Als ze je lang genoeg vertellen dat er een grote groene woensel is die alles regelt. En ze hebben je dat van kind af aan aangepraat, dan geloof je in grote woensels. En die bestaan niet. En dat kan allerlei gevoelens opwekken, positief en negatief. Want als je iets gedaan hebt volgens de verzonnen structuur, waardoor de grote woensel je zal straffen, dan lig je te bibberen in je bedje.
En als je iets gedaan hebt waardoor de grote groene woensel je zal zegenen, dan loop je stralend rond. Maar in beide gevallen, hij bestaat niet. Het is een verzinsel. Ja, nee, dat ben ik niet. En dat is het probleem. Terwijl, hier gaat het veel meer over van op het moment dat jij iets aangaat in jezelf, voel je dat het uiteenvalt en krijg je een verruiming waarbij je geen imaginary friends nodig hebt. En het gaat niet over goed en kwaad, of over zonde en schuld en boete, of hel en verdoemenis. Het gaat erover van als er al een hel bestaat, dan is dat wraakzucht en onverwerkte ellende in je systeem. En op het moment dat dat oplost, kom je niet in een hemel, maar in ieder geval in een openheid, een neutraliteit, een vrijheid. En daar heb ik geen machtsstructuren bij nodig, we hebben er geen gedragsregels bij nodig, we hebben er geen gij zult niet dit en dat, of uitlopertjes als vrouwen zijn tweede rangs of homo's, die moeten we doodslaan, of weet ik veel wat allemaal, wat er in die religieuze systemen allemaal in zit, tot in de kern. Het is haatdragend, het is wij, zij, weet je wel, I hate it, en dan proberen ze het ook nog als liefde te verkopen, het is echt niet te geloven. Ja. Het is liefde voor de inner circle en haat naar al het andere. En het, zelfs de gematigden geven een voedingsbodem voor de excessen. It's terrible. En het mooie vond ik altijd van energiewerk en van Advaita dat het moralinevrij is, om het Nietzsche te spreken. Het zegt niet over hoe anderen moeten zijn. Het wil niks opdringen. Het wil niet heersen. Het wil niet bekeren. Het raakt iets aan. En het is aan de ander om er iets mee te doen of niet. Dus het begint met vrijheid en het eindigt met vrijheid. Niemand wordt tot wat dan ook gedwongen. I love that. Then it's up to you. Dan is het eerlijk. Dan is het face to face. Ik ben niet meer dan wie dan ook die hier zit. Ik heb alleen een rolletje. That's it. Dat vind ik prettig. En er zouden hele, het gebeurt niet, maar er zouden hele mooie Advaita liedjes gemaakt kunnen worden. Ik heb een paar, niet dat het hele mooie liedjes zijn, maar een paar tekstjes die verwijzen naar dit soort shit. Het is meestal hard rock, maar als ik echt de componist was, zou ik ook over bewustzijn een heel mooi, beetje melodramatisch ding kunnen maken. Wat door een orkest en koor uitgevoerd zou kunnen worden. Vlak die opkwam hierover, dat die muziek, als je van de muziek houdt, hè, klassieke muziek, dan is in feite die muziek de reclame voor de tekst. Want ik bedoel, dan kan er ontstaan van nou, er zal toch wel iets waar zijn van die tekst, want die muziek is zo mooi. Mm-hmm. En ik ga helemaal open. Zeker. En dan, als je die tekst, ik heb die ervaring gehad in een kerkje met renaissance muziek. En ik had als Latijn gezongen en ik had de vertaling onder mijn neus, maar ik zat eerst gewoon te genieten van de muziek en toen ging ik meelezen en ik werd ter plekke misselijk. Ja. Ter plekke, dus ik heb het gewoon weggelegd. Maar het is een reclame voor de kerk. Maar tegelijkertijd, van het leuke is, en ik had het al even over, dan Brian Eno die houdt nogal van zingen en hij is totale atheïst, ja. Maar hij zit in een gospelkoor. Ja. Want hij vindt dat mooi. Ja. En dan die mensen daar, die vragen altijd aan hem van, anything yet? Of die al iets voelt, ja, weet je wel. Van, nee, nog niet. Oké, keep coming back. En die weten dus dat hij atheïst is. Maar hij zit gewoon van die praise the Lord liedjes te zingen enzovoorts, weet je wel. Hij vindt dat gewoon mooi en hij zingt graag. Ja, weet je wel, hij houdt ook van doo-wop liedjes. Nou, dat gaat, het zijn altijd van die teksten van ze verliet mij of kom je nog terug bij me of ik mis je zo. Weet je wel, maar hij vindt die liedjes gewoon leuk. Dus het is heel goed mogelijk ook om gewoon te genieten van zelfs een terrible lyric als je je daartoe kan zetten. Ja. Dat vind ik grappig, weet je wel. Maar het is uiteraard zo dat al die stuff bedoeld is om het te impregneren. Ieder kruisje wat overal hangt is een signaal. Iedereen die vriendelijk is en met zo'n ding rondloopt, die suggereert aan mij dat komt omdat ik geloof in Jezus. Alsof je als atheïst niet aardig of behulpzaam kan zijn. Weet je wel, het is crap. Nou ja, dat is tenminste wat mij aanspreekt. Is dat het geloof er is dat je als
gewoon mens, dat je niet weet wat goed en niet goed is. Dus daar moet een moraal verzonnen worden, van buitenaf gemaakt worden. Dus er zit al een beeld achter over mensen, wat mensen dan zouden zijn. En dat is natuurlijk al heel... Het begint met de premisse dat we niet deugen en daarom hebben we die moraal nodig. Een verzonnen moraal, alsof je niet automatisch inderdaad zou weten wat wel en niet gepast is. Weet je, dus kun je zeggen, door die moraal zijn we ongelooflijk vervormd. Ja, exact. En eigenlijk, weet je, die gekke leidende mensen die we nu zijn. Ja. Yes. Ja. En het maakt dingen ook erger. En er zijn van die rare tegenstrijdigheden. Ja. Gij zult niet doden en stenig de overspelige vrouw. Ja. Ja. Dat zijn twee tegengestelde boodschappen. Weet je wel? Dat noemen wij normale mindfuck. Ja. Als je erin gaat verdiepen, overigens, het werd natuurlijk door verzonnen, dat christelijke gedoe, dat is afgestamd van het judaïsme natuurlijk. Dus dat waren een 12-tal nomadische woestijnstammen. En het gij zult niet doden betekende gij zult geen joden doden. Niet joden. Net als in allerlei van dat soort clubjes, voordat mensen gaan denken dat ik iets tegen joden heb. Maar die terminologie betekent altijd van, je zult uw naaste lief hebben. Dat betekent, als je islamiet bent, je zult islamieten lief hebben. Niet afvalligen en niet ongelovigen. Dat is een andere categorie. Het wij-zij zit er heel sterk in. I don't like that. Ik heb liever gewoon iedereen lief, tenzij hij iets vervelend doet, dan sla ik hem op zijn buik. Of hij nou in dit of dat gelooft, kabouters, woensels, ufo's, het maakt mij verder niet uit. Van, als je midden op straat een kind staat af te rossen, dan heb je een probleem. Ik kan me niet schelen of er staat, als u lief heeft, zult u de roede niet sparen. Oh, dan moet ik mijn kinderen afrossen, want dat betekent dat ik ze lief heb. Als je dat in mijn buurt doet, dan ga ik jou slaan. I don't like that, don't do that. Een heel ander dingetje is natuurlijk dat het krankzinnige over moraal, als mensen Frans de Waal wel eens gelezen hebben, die studie doet naar chimpansees en bonobo's, weet je wel. Die gasten, die apen, die hebben gewoon ook hun eigen moraal. Ze regelen heel goed de balans op verschillende manieren tussen agressie en samenwerking, tussen zelfzucht en delen. Het is gewoon een gevolg van apenmentaliteit. We moeten gewoon voldoende zorgen dat we onze autonomie en eigenheid waarborgen en tegelijkertijd voldoende open zijn naar anderen, zodat we kunnen samenwerken. Want anders zijn we constant aan het vechten met elkaar en dat is voor niemand goed. Ik heb die hele klote Bijbel niet nodig. Ik ben gewoon een aap. Nou, als je te dicht op me gaat staan, dan doe ik dit. Weet je wel. En als ik iets nodig heb, dan zeg ik, wil iemand me helpen. Als ik te veel eten heb, dan geef ik wat. En dan krijg ik misschien ook iets terug als ik honger heb. Het is vrij simpel allemaal. Daar heb ik geen lijstjes bij nodig. Toch? Of jullie wel? Het is wel grappig. Er zijn zulke dikke boeken. En daar staat dan precies in van hoe laat je wat niet mag eten. En hoe groot de afmetingen van een bepaalde ruimte moeten zijn, of hoe lang een jurk moet zijn, of hoe een hoofddoekje precies moet zitten. Minutieus, dat is nog veel dikker dan de Bijbel zelf. Al die wetboeken, weet je wel. Het is heel interessant om daar een blik in te werpen. Torah en, hoe heet het, Hadith. Alles staat erin. En heel veel conflicterende adviezen. Dat is echt heel leuk. Je kunt het nooit goed doen. En voilà. En dat lijkt een beetje, als je de Gulag Archipelago leest, van Solzhenitsyn over die Gulag-kampen, daar kon je het ook nooit goed doen. En ze hadden altijd wel iets van, tegenrevolutionaire gedachten.
ja, that could be anything. Iemand maakt een grapje over Stalin en dan heb ik 10 jaar kamp. Ja, maar ik zei dat helemaal niet. Of dan vragen ze je van, ken jij mensen die counter-revolutionary activities tentoonspreiden? Nee, nee. Oh, dus alle mensen die je kent, die zijn voor de revolutie. Weet ik niet. Oké, dus dan ga je met allerlei subversieve types om. Oké, schrijf dan even alle namen op van de mensen die je kent die niet subversief zijn. Dan ga je dat opschrijven en gaandeweg realiseer je dat ieder die je niet opschrijft, wordt dus gepakt als subversief. You're fucked. Dat doet me daar heel erg aan denken. En dan moet je je vrij en open en creatief gaan voelen, terwijl je de hele tijd het idee hebt van, oh my god man, ik weet niet precies wanneer, maar ergens zal ik een voet verkeerd zetten. Ergens zal ik iets zeggen wat niet oké is. Ga dan maar eens lekker ontspannen. Heerlijk. Religies en ideologieën. Top. Heerlijk onderwerp. Ja, maar is er iemand hier die dat wel vindt dan? Hier misschien niet, maar het bakst ervan. Het gaat er niet om of we het met elkaar eens zijn over dit, maar dat mechanisme is heel tricky. Yes. Dat is het. En het kan dus, en dat is de link ook een beetje, heel snel waar jij over begon, in spirituele clubjes ook ontstaan. Ja, omdat je dan dit gaat over echte bevrijding. Yes, maar ieder clubje, zeker als er een vaste plek is, daar ontstaan allerlei dynamieken. En er ontstaan heel snel hiërarchische structuren, er ontstaan heel snel codes van wat wel en niet gepast is. En dat is tricky. Dan lees ik liever boeken over die mechanismen dan de Koran of de Bijbel gaan lezen en dat boek waar je over had met al die regels, dan denk ik, ik geloof het wel, ik hoef het niet te lezen. Ja, dat kan, maar ik had gewoon op een gegeven moment, dus al jaren terug, interesse in dat soort dingen. En ik heb dat ook beschreven in een van mijn boeken, dat er kwamen af en toe van die Jehovah's langs. En die proberen je dan dood te gooien met citaten. Dus toen zei ik van, nou, doe maar zo'n boekje. En kom over een half jaar maar terug. En toen heb ik 60 pagina's aantekeningen gemaakt. Dat werd echt een fucking leuk gesprek. Voor mij. Want voor ieder ding waar zij mee aankwamen. Want ik had ook die flyertjes van ze. Want ze zijn niet echt goed in denken. En ze hebben op die vraag. En ze weten op een gegeven moment. De meeste mensen die hebben die kritiek op die vraag. En dan leren ze standaard antwoordjes uit hun hoofd. Weet je wat? Ze zijn net een soort robotjes. Maar als je dat goed leest, dan weet je gewoon van, oké, dit zijn hun tegenstellingen. Als iemand kritiek heeft, nou, dan ga ik gewoon daar een paar dingen nog even bij zoeken. Dus ik had zo'n stuk of 3 dingen uit hun boek, die in conflict waren met wat ze me probeerden te verkopen. En dan, ja, nee, maar dan moet je dit, ja, nee, maar wacht even, dan heb ik die nog. Hun eigen boek, weet je wel, niet mijn kritiek, maar gewoon wat in hun eigen boekje staat. Wat dan de waarheid zou zijn, dat is echt fucking grappig. Sindsdien komen die figuren naar Satsang. Nee, in ieder geval niet meer bij mij. Nee. Ze wisten van, we kunnen hem opgeven, dat, ja. Die goddeloze hond die gaat naar de hel. Door het bewegen bleef met je gaan. Bewegen. Als je dus in een vierkante structuur zit, is er nooit een beweging. Ja. En eigenlijk zou je misschien ook wel kunnen zeggen dat beweging het natuurlijke van alles is. Yes. Want de beweging is de oorsprong, het cel beweegt ook. En dat is de oorsprong, het DNA, alles beweegt. Mm-hmm. En het bewustzijn beweegt ook. Mm-hmm. Dus eigenlijk yes. Het is zo vast, hè? Zo'n tegen natuurlijk. Ja. Yes. En het bewegen kan eigenlijk als een, misschien is dat ook wel een gek woord, maar een heilig moment zijn. Want het is de oorsprong, het is
is dat waar het in feite om gaat. Ja. Maar dan is de volgende vraag, hoe beweeg je? Hè? Sure. En het woordje heilig is leuk nog om op te merken, betekent eigenlijk niet meer dan heel. En dat herkennen we ook. Hè. Op het moment dat de stress of de verkramping van je afvalt, voel je je compleet, voel je je heel. Dan ben je op zijn minst even hoe je kunt zijn en hoe leven kan zijn. En daar hebben we inderdaad geen geboden bij nodig. Dat is gewoon een kwestie van je eigen natuurlijkheid en intelligentie. Het is voor iedereen toegankelijk. Je hoeft niet tot een club te horen. Maar ten diepste kunnen we hier een hele discussie over hebben, maar eigenlijk bestaat die discussie ook niet. Nou ja, in de wereld wel, maar hier niet echt. Nee. Maar toch leuk om te doen, vooral omdat het gefilmd wordt. Daar ga ik een hoop zulke duimpjes voor krijgen. En dat vind ik mooi. Maar ja, die duimpjes zijn we gewend. Daar kunnen we wel mee overweg. Maar ik vond dat woord bewegen zo... Ja, cool. Ja. Het heeft ook be en wegen. Dus het zit overal in. Ja, cool. Ja. Blijft hangen, bleef hangen. Dat mag even. Sorry. Ja, dat omdat je dus met die Jehova's gesproken had, niet omdat, maar. In feite, je had gelezen en je krijgt daarmee niet iemand van zijn geloof. Nee, maar dat was ook mijn bedoeling niet. Nee. Ik wilde gewoon een leuk uur hebben. Dat zou kunnen, hè? Ik bedoel, op het moment dat je dus dat iemand... Maar dan zie je dus hoe sterk dat geloofsmechanisme is. Zeker. Want daar gaat het om. Die kracht van dat onderliggende, ik geloof nu, en om dat dan los te kunnen laten. Ja, dat is lastig. Ja. Iemand die schrijft... Mensen die zwaar gelovig zijn en mensen die verliefd zijn, zijn niet voor reden vatbaar. Ja. Dat vind ik zo leuk. Maar ja, over dat geloof inderdaad, dat las ik toevallig weer in een tip van een boek, hè, over de waarheid. Het is eigenlijk, wij kunnen de waarheid niet aan, daardoor gaan ze al die dingen optuigen en al die illusie bouwen van het is gewoon gevaarlijk als iemand niet gaat geloven. Ja. Want wat gebeurt er dan? En sommige mensen kunnen het ook gewoon helemaal niet loslaten. Want als je het loslaat, kun je niet meer terug. Mm-hmm. Dus goed, ik begon dus met jouw boeken en ik heb ze dan allemaal gelezen. En toen was voor mij zo van shit, nou ben ik mooi benieuwd. Het was gewoon helemaal. Het was gewoon echt, ik kon ook niet meer, er kon niks meer in of niks meer uit. En langzaamaan zaterdag is het een beetje hersteld. Totdat die dingen kwamen van ik word niet psychotisch, of wel of niet, of moet ik hier wel mee doorgaan. Maar het is langzaamaan een beetje aan het normaliseren, zeg maar. Maar ik was er echt even benauwd voor, van dit gaat niet goed. En nou lees ik dus van we zijn die homo sapiens, die intelligentie die hebben wij gekregen, dat gaat evolueren. Nee, niet gekregen, die is ontstaan, hè? Pas op, daar heb je weer zo'n christelijke term. Mijn van God gegeven intelligentie. Ja. Nee hoor. Nee, precies. Nee, maar toen dacht ik van hoe gaat dat dan, er is bang voor die krokodil inderdaad, en hoe weten wij dat, hè? Dat we niet opgevreten worden als we aan die sloot lopen, dat gaat allemaal via die overdracht, intelligentie. En zo is dat geloof er ook in geslopen. Voilà. En het geloof als schaap overal achteraan, omdat we dat niet zelf na hoeven te denken. Eigenlijk is het gewoon zo simpel. Yes. Kijk, kleine kinderen, die kunnen ook geen onderscheid maken tussen... het magisch denken wat volwassenen tegen ze vertellen en praktische dingen. Dus als een volwassene tegen een kleintje zegt van niet in die vijver spelen, want dan vreten de krokodillen je op. Oké, dat makes sense. Dus dan zal het ook wel waar zijn als die zegt van als jij op vrijdag vlees eet, dan komen ze je halen. Want hoe moet een 3 of 4 of 5-jarige weten
wat een rationele of op ervaring gebaseerde realiteit is. Krokodillen eten vlees en jij bent van vlees, dus pas op. Of steek niet over, want dan word je platgereden. En andere dingen die ze met net zo'n overtuiging tegen je staan te vertellen. Je suck it up, alles. Je vertrouwt gewoon dat die volwassenen het beste met je voor hebben en je redelijke adviezen geven. Except they don't. Ja, maar dat klangedrag, dat zit gewoon bij iedereen. Natuurlijk, natuurlijk. Maar constant hier in zo'n omgeving, samenleving, deze club, als we naar buiten gaan. Maar ja, ik begin nou het werk te merken dat het niet meer werkt. Ja. Dus ik ga dan een keer schoppen en een beetje alle handen. Nou, grote bal slims, die moet je nou weer al halen. En dan ga je gewoon frikandellen. Het gaat altijd. En ze beginnen gewoon te lachen en ze vinden het wel leuk. Ja, ik meen het wel. Ja, het. Maar het zit inderdaad overal in. Je kunt even los van spiritualiteit of religie. In een bedrijf hangt ook een bepaalde bedrijfscultuur. Ja. Nou, op het moment dat jij authentiek begint te worden, zal daar ook frictie in plaatsvinden. Want het kuddegedrag of het groepsgedrag, dat zit er heel diep in. Omdat dat al 10 miljoen jaar bezig is. Dat hebben wij niet bedacht. We hebben een clubje, wij zijn nou ook een clubje. En we hebben op dit moment wat meer de neiging om op elkaar te letten. Stel dat er een paar vervuilende types binnenkomen. Dan maken we automatisch onderscheid wie deelnemers aan deze bijeenkomst zijn en wie niet. En dat kan handig zijn, maar het kan ook vormen aannemen die minder prettig zijn. Maar het maakt wel uit met welke intentie je dingen zegt. Of vanuit, ja, uiteraard. Want als ik dat zeg maar een jaar geleden gedaan was bij, dan had ik een probleem. Ja, zeker. Maar zoals ik het nou weer heb gedaan, was het gewoon, ik val die persoon niet af, ik ben niet bij die persoon bezig. Voilà. En ik kan met hem verder gewoon een goed gevoel hebben. Zo. Zeker. Want ver is over wat er allemaal om me heen hangt, die poppenkast. Ja, dat, Mijn buurvrouw is lid van de Katholieke Ouderenbond. Dat is gewoon een heel aardig mens verder. Ik heb helemaal niks tegen haar, maar ik denk niet dat we een goed gesprek over religie zouden kunnen hebben. Nee. Tenminste, daar hebben we het ook niet over. Nee. Het gaat nooit om een individu. Het gaat nooit om een mens. Dan heb je gewoon een menselijk contact one-on-one. Het gaat over denkstructuren en machtsstructuren en het gif wat daarin zit. Ja, maar daar hebben we wel constant mee te maken. Dus zeker. Ik merk dat het vrij intens met de situatie waar ik allemaal in zit. Dat het, ja, nou merk je gewoon dat je uitgestoten kan worden. Als yes. je dus niet in, yes. en zelfs met systemen zoals jeugdbescherming, hoe dat gaat. Als jij niet in een bepaalde overtuiging meegaat, hoor je gewoon. Yes, yes. Ik ga niet meer met jou praten. Ja. Nou, het klopt wel wat ik zeg. Ja. Interesseert het niet. Ja. Nou, dan komt de component dus waarin die ik vaak noem, van, en de vorige keer ook geloof ik gezegd heb, van niet te hechten aan het resultaat. Ja. Ik weet wat ik moet zeggen, maar niet iedereen hoeft het met me eens te zijn. Ik hoef ook geen gelijk te krijgen. De dingen hoeven ook niet per se te veranderen, maar ik zal niet stoppen met te zingen wat ik moet zingen. En het is aan de anderen om daar dan prettig of minder prettig op te reageren. Ik vind het allemaal best. Want ik ben niet met een bekeergebeuren bezig, maar ik wil wel dingen aankaarten en prikken en kijken of toch wat leven ontstaat. Ja, maar de consequentie is groot dan weer, hè? Dus als je dat kan. Ga je met jouw waarheid, het kan wel een gevolg hebben. Ja, maar je aanpassen ook. Ja, dat klopt. Je kan eigenlijk niet anders. Daarom. Weet je wel? Nee, plus, ik bedoel gewoon van, ego heeft altijd de neiging om te zeggen van als ik ga veranderen of als ik ga zeggen wat ik vind of whatever, dan gaat het dit en dat kosten. Maar het vertelt je nooit wat het kost om een conformistische loveback te zijn. Dat kost ook een heleboel, alleen dat houdt hij buiten de boekhouding. Plus, hij heeft ook nog een keer een neiging om te overdrijven. Dus de dreigende kosten of verliezen heeft hij de neiging om op te blazen. Het valt reuze mee. Als ik in ieder geval naar dit leventje kijk en ook naar een flink aantal mensen die een veranderingsproces hebben doorgemaakt die ik ken. Er zijn wat verschuivingen geweest en een paar mensen vonden het allemaal minder leuk. Maar ze leven allemaal nog, weet je wel. En het gaat ze uitstekend omdat ze basically alleen maar onechte dingen zijn kwijtgeraakt.
waar misschien in het begin nog even, als het over een vriendschap gaat bijvoorbeeld, een hechting aan zat, dan doet het even zeer als het niet meer werkt. Maar een jaar later, wie denkt daar nog aan? Weet je wel, of 5 jaar later. Dus over het geheel genomen is de zogenaamde wens naar mijn idee altijd groter dan het verlies. Ja, goed, dat begint nou wel yes. Een beetje te groeien. Ja, cool. Ja. Mooi. Koffie. Thanks.